Ja. De eikenprocessierups leeft in eikenbomen. De brandharen van de rups kunnen van half mei tot augustus voor overlast en ongemak zorgen. U kunt klachten krijgen zoals jeuk, huiduitslag, irritatie van de ogen en luchtwegen. Ook honden, koeien, paarden en schapen kunnen hier flink last van hebben. Houd uw dieren dus zoveel mogelijk uit de buurt van nesten. In bomen van de gemeente worden de rupsen bestreden door ze op te zuigen. Tegenwoordig wordt ook gebruik gemaakt van biologische bestrijdingsmiddelen. Daarbij worden grote hoeveelheden aaltjes in de bomen gespoten. Deze praktisch niet zichtbare aaltjes zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Omdat deze aaltjes niet tegen UV-licht kunnen, wordt met het spuiten gewacht tot de zon is ondergegaan. De gemeente bestrijdt de nesten vooral op plaatsen waar veel mensen last kunnen krijgen. Maar ja, de rups komt elk jaar terug.